Zo, ik zie dat er al 7 aanwezigen zijn. Dus dan zullen we, of dan gaan we nu van start met onze eerste online webinar aangaande JetAdvice. JetAdvice is, om het even te kaderen, de tool die wij gebruiken om bij de meeste van jullie toners te bestellen, dus automatisch te gaan doorbestellen en rapportages te gaan sturen op maandelijkse basis van het verbruik van jullie printpark. Nu, momenteel is het mogelijk dat wij ook jullie daar een login voor kunnen geven, zodat jullie jullie eigen printpark ook kunnen gaan bekijken. En dan gaan we vandaag eens even kijken en door ChatAdvice wandelen, om eens te kijken wat de mogelijkheden zijn, zodat jullie ook wegwijs geraken in onze tool. Na de webinar zullen wij dus voor iedereen die hier nu aanwezig is een login aanmaken, die jullie dan ook per mail toegestuurd krijgen. En normaal gezien, na deze webinar gaan jullie dan ook al jullie eigen dingen gaan kunnen doen die jullie willen doen met onze ChatAdvice tool. Ik ben dus Dennis Gielen, productspecialist Managed Document Solutions binnen Van Roei. Dus alles wat rond printing draait, de meeste van jullie hebben al contact met mij gehad. Dus kennen mij wel. Deze webinar wordt ook opgenomen, zodat deze later ook terug opnieuw bekeken kan worden. Moesten er toch nog wat vragen zijn of onduidelijkheden en jullie willen dit even nakijken. Voilà, dan zullen we van start gaan met eerst de agenda. Dus we gaan eens eerst even kijken wat het tool is van deze online webinar. Daarna gaan we even kijken wat is JetAdvice juist. Dan gaan we over tot de demo. En dan zijn er momenteel ook nog enkele promoties lopende binnen printing die ik met jullie ook nog wil delen, die wel interessant zouden kunnen zijn. Voilà. Het doel van deze webinar is in het eerste plaats meer zicht krijgen op jullie printpark. Dus dat gaan we doen door ook eens even te kijken hoe dat jullie gebruik kunnen maken van deze tool. Daaraan gekoppeld kunnen jullie daar ook zelf al een kostbesparing gaan realiseren door bij wijze van spreken toestellen te gaan omwisselen die minder kosten per pagina en dergelijke. Dus dat kunnen jullie daar ook allemaal in gaan zien. En ook als een eerste controlepunt voor de tonerbestellingen. Dus moesten jullie niet zeker zijn of dat er al toners zijn besteld, kunnen jullie dit ook gaan nakijken in de tool. Wij bestellen telkens op 10% of vanaf 10%. Een printer geeft dikwijls al aan vanaf 20 of 25% dat een toner bijna leeg is. De meeste klanten die beginnen dan vragen te stellen of de toner al geleverd is. En dan kunnen jullie gemakkelijk in de tool al kijken of dat deze al besteld zijn. Voilà. Nu, wat is ChatAdvice? Dus ChatAdvice is een monitoring tool, dus puur monitoring. Dus we gaan daar niks in kunnen gaan doen qua instellingen van toestellen, qua meldingen pushen en dergelijke. Dus het is puur monitoring om meer zicht te kunnen krijgen op jullie printpark. Wat staat er? Wat draait er? Hoeveel wordt er geprint? En dergelijke. Dat kan ook door middel van automatische rapportages. Dus sommige van jullie krijgen van ons al maandelijks een automatisch rapport toegestuurd van de status van het printpark. De tool wordt ook gebruikt door ons dan om supplies te gaan bestellen. Dus dat is in de eerste plaats toners en drums. Zo, dat was een zeer korte inleiding, omdat we eigenlijk het meeste gaan kunnen zien in de tool zelf. Dus dan ga ik even mijn browser delen. Zo, het scherm dat jullie nu zien, dat is de login van JetAdvice. Dus ik heb nu zelf een login aangemaakt als gebruiker van onze eigen omgeving, dus van Van Roei. Dus we gaan even aanloggen. Dit is het eerste scherm dat we krijgen te zien. Nu, wat we hierin zien is welke apparaten de afgelopen 4 weken er zijn toegekomen of die er zijn toegevoegd. Dus we zien week 23 dat we 21 toestellen hadden en dat er 2 nieuwe waren. Week 24
waren het nog steeds 21 toestellen en geen nieuwe. Dus even kijken, want we krijgen op de andere Bram ziet nog steeds niets. Nog even de link aan Bram geven en dan zal hij ook volgen in de andere webinar. Voilà, dus gaan we gaan even verder. Zo, dus we zien hier. Ja, we gaan ook. Ja, ik denk dat Bram het nog kan horen in een andere webinar ook. Dus we zijn dus deze webinar aan het opnemen. En we kunnen achteraf. Voilà, Bram is er ook bij. We gaan de link achteraf ook nog sturen. Zodat jullie dat altijd kunnen bekijken. Hè. Dus we zien hier dat we zitten in het account van Roei.be. Dus dat is ons eigen account. Dus de apparaten kunnen we hier zien. Welke totaal aantal apparaten is die JetAdvice heeft gevonden. En de laatste activiteit, dus indien dat er meerdere gebruikers zijn binnen jullie omgeving, kunnen jullie hier gaan kijken wie wanneer heeft aangelogd. Hier kunnen we nog wat alarmen gaan laden. Dus dat zijn standaard meldingen. Hier zien we dat een aantal toestellen offline zijn. Dus dat zijn toestellen die vervangen zijn. Of ja, dat kunnen in ons geval ook toestellen van klanten zijn die even in het netwerk hebben gestaan om dingen te testen. En er zijn geen supply alerts. Dus dat wil zeggen dat er ook geen printers zijn die met een lage toner of inkt zitten. Normaal gezien krijgen jullie hier ook te zien. Dus alle toestellen die bijna een toner nodig hebben. Voilà. Dus dan gaan we even verder hier bovenaan. Bij start zitten we nu op het dashboard. Gaan we eens even kijken wat we kunnen zien bij status. Zo. Dus hier krijgen we in één oogopslag het printpark al te zien. Met name een printernaam, het IP-adres, serienummer, hostname, de datum. Ja, dat is de datum van vandaag. Dus de datum wanneer dat die het laatste is ontdekt door ChatAdvice. De fabrikant, het modelnummer, MAC-adres. In sommige gevallen kunnen we het display ook gaan weergeven. Dus we zien dat vooral bij HP-toestellen. En dan de laserjet-printers die ook de status van de printer die op het display staat. Kunnen weergeven en dan de opstartdatum, dus wanneer dat die voor de eerste keer in ChatAdvice is gekomen. Dus dan zien we bijvoorbeeld dat de Officeset Pro X476 sinds 9.6 in gebruik is bij ons. Dus dat is een vrij recent toestel. Voilà, dus dat kunnen we daar zien. En een offline JADC. JADC staat voor ChatAdvice Data Collector. Wanneer dat jullie gebruik maken van ChatAdvice, dient er steeds een datacollector geïnstalleerd te worden. Dat is de tool die geïnstalleerd wordt op de server om de discovery te kunnen doen. Moesten er meerdere datacollectoren zijn binnen de omgeving, dus als jullie meerdere vestigingen hebben of meerdere ja, locaties, dan kunnen jullie dat hier zien wanneer dat er ook datacollectoren offline zijn. Dus die geen printers meer doorgeven. Dan gaan we eens even kijken bij een iets. Ja, ander gegeven, dat is weergaven. Dat is hetgene waar dat jullie rapporten en views kunnen gaan creëren. We hebben nu bijvoorbeeld de maandelijkse tellerrapportage. Dat is een view die wij steeds gebruiken om het printpark in kaart te gaan brengen. Dus wat zien we hier? Dat is de device name, dus de printernaam. Contact display name hebben wij nu ingesteld als contactpersoon voor die desbetreffende printer. Kunnen jullie dus ook perfect instellen per printer waar dat bijvoorbeeld welke locatie dat de printer staat. Dus dat ook heel gemakkelijk meegegeven kan worden. Dan hebben we de hostname van de printer, het serienummer, IP-adres en dan begint de counters. Dus we hebben in het groen zien we de counter startdatum. Dus de datum waarop dat de teller is beginnen te lopen. Dat is in dit geval 1 maand geleden, omdat we deze view hebben gecreëerd op maandbasis. Bij color count start staat de kleurenteller op
deze datum, dus op 27 mei, was de tellerstand of de kleurentellerstand van onze Officjet Pro X 25300 en de Mono 2000. Dus deze staat op een plaats waar redelijk veel kleur wordt geprint. De counter date end is dan meestal de dag van vandaag of de dag waarin dat de printer het laatst actief was. Dus in dit geval is de printer uitgeschakeld en is die gisteren nog gedetecteerd. En gisteren waren dit de tellerstanden. Dus 28.341 en 2170 voor zwart-wit. En in het blauw zien we dan het verschil. Dus dat is het verschil tussen 27 mei en 24 juni. Dat is 20 dagen en die printer heeft bijna 3000 kleurenpagina's geprint en 149 zwart-wit. Dus dit kunnen jullie allemaal perfect zien van heel jullie park. Zodat jullie ook al kunnen kijken van, is deze printer geschikt voor deze locatie? Dus het kan zijn dat er printers zijn die iets te veel printen voor hetgene waarvoor dat ze eigenlijk gemaakt zijn. Dus in ons geval zou dat eventueel de twee P3015'en hier kunnen zijn, die 810 en 952 pagina's hebben geprint. Dat is net iets te laag voor een P3015. Een beter gegeven is hier de 3900 pagina's. Dat is iets meer gemaakt voor de P3015. Dus dat kunnen jullie allemaal al heel snel gaan bekijken, zodat jullie zelf ook printers kunnen gaan wisselen. Is er een printer die heel veel gebruikt wordt en hebben jullie een printer van hetzelfde type die iets minder gebruikt wordt, dan kunnen jullie die na 1 jaar, bij wijze van spreken, wisselen van plaats, zodat de printer minder belast wordt en dat er meer uptime is van het toestel. Dus we gaan eens even terug naar het overzicht waar dat jullie zelf ook views kunnen gaan maken. Dus hier van boven kunnen jullie gaan kiezen tussen een device view en supply view. Wat is daar het verschil tussen? Device view is puur voor de toestellen te gaan bekijken en informatie over de toestellen. Supply view, daar kunnen jullie een view gaan aanmaken voor supplies te gaan bekijken. Dus zoals hier, de toner supply levels die we ook hebben gemaakt. Waarin dat we heel gemakkelijk en heel snel kunnen gaan kijken, oké, wat is de status van mijn supplies binnen de organisatie? Dat is bij ons, zoals u ziet, is alles vrij goed in orde, behalve voor onze Kyocera die op 7% staat. De rest staat nog redelijk goed, dus we moeten op dit moment nog geen nieuwe toners gaan bestellen. Dus dat is ook vrij gemakkelijk snel te kunnen zien. Wat jullie dan ook kunnen gaan doen in weergaven is zelf een view gaan creëren. Dus als jullie hier bovenaan op device view bijvoorbeeld gaan klikken, dan gaan jullie een nieuwe view kunnen gaan aanmaken. Nu, de laatste tijd of meer en meer zijn we toch bezig met milieu en power consumption. Dus gaan we eens even kijken. Ik wil eens even weten wat de stroomverbruik is van mijn printpark. Dus dit is allemaal gegevens die gehaald worden uit de datasheet. Dus dat zijn geen actuele gegevens. Dus er zijn geen stroommeters of stroomtellers aanwezig in printers. Maar ik wil weten hoeveel dat mijn printers verbruiken tijdens de power save, tijdens het printen en tijdens het standby bijvoorbeeld. Dus dat kunnen we gaan toevoegen. Dus dat is gewoon puur om door op het plusje te klikken. Dan komen ze hierbij. Wat kunnen we hier nog gaan doen? Dus we kunnen hier bij wit, als we daarop gaan klikken, kunnen we dan nog verschillende kleuren aan gaan geven. Dus om een verschil te kunnen zien tussen start- en einddatums en verschil bij wijze van spreken. Als we gaan werken met tellers, bij stroom gaat het iets minder zijn, willen we er iets tussenuit. Dus ik wil bijvoorbeeld het notice message wil ik er niet tussen. Dan kan ik hier op het rode kruisje gaan klikken. En dan verdwijnt die. Nu, dit is een weergave die ik zou willen gaan bekijken. Maar ik ga hier nog een naam aan geven. Dus bovenaan kunnen we een naam gaan toekennen. Dat gaan we nu stroomverbruik noemen. En de omschrijving, daar kan u zelf iets invullen als u zelf een omschrijving wilt meegeven. Niet vergeten om de instellingen te updaten. Wanneer dat we dit niet doen, dan gaat het ook niet meegegeven worden en gaat het terug naar de standaard weergave komen. Dus we zullen eens even gaan kijken wat deze weergave ons gaat vertellen. Dus hierin kunnen we zien dat bijvoorbeeld de P3015 tijdens de power save 8,5 watt verbruikt, tijdens het printen 780 en een standby 14,5
Wat kunnen we hier heel gemakkelijk uitzien? Dus dat bijvoorbeeld de Offset Pro X een heel pak minder stroom verbruikt dan een laserprinter of dan de laserprinters die wij in de organisatie hebben. Dus we kunnen hier het verschil gaan zien. Voilà. Dus weten we al welke zijn onze veelverbruikers. Dus zelfs ook op stroomverbruik gaan we kunnen, gaan we kunnen besparen. Indien dat dat nodig en gewenst is. En die weergave dus die komt nu ook hier bij stroomverbruik te staan. Dus ik had zelf ook een view aangemaakt voor de webinar, waar dat we dus ook de kosten per printer kunnen gaan bekijken. Dat gaan we dadelijk ook zien hoe dat we dat kunnen instellen. Nu, ik heb voor één printer heb ik dit ingesteld en we zien hier dat het 0,0 is. We werken steeds ja, met een prijs per pagina die onder de 0,0 euro ligt. Dus wat we kunnen gaan doen, is we kunnen hier een export van gaan maken. Dus we gaan dit exporteren. En dat kunnen we exporteren naar XML, CSV, XLS of PDF. Dus ik wil bijvoorbeeld een berekening daarop gaan loslaten. Samen met de tellerstanden van de printer. Om te kunnen kijken wat heeft deze printer mij de afgelopen maand gekost. Dus dat kunnen we hier gemakkelijk gaan exporteren naar XLS. Voilà, dat is gebeurd. Even, ja, voilà. Gaan we het even openen om te bekijken. De Excel even delen. Zo. En dan gaan we hier, als we deze gaan aanpassen, gaan we zien dat daar een kost aan verbonden is van een mono klik van 0,007 en een kleuren van 0,035. Als we dan ook de tellerstanden van de printer gaan exporteren op maandelijkse basis, kunnen we daar gewoon een som op of een vermenigvuldiging op loslaten en we meten meteen wat kost mij het printpark op maandelijkse basis. Voilà. Dus dit gaan we niet opslaan. Dan gaan we even terug de webbrowser activeren. Zo. Dus dat is de exportfunctie binnen, binnen JetAdvice. Nu, dit is een rapport, of ik zal naar een ander rapport gaan, dus een maandelijkse tellerrapportage. Dus dit is bijvoorbeeld een rapport dat ik maandelijks wil ontvangen, hè, omdat ik maandelijks wil weten wat mijn printpark doet. Dan gaan we hier bovenaan op rapportage kunnen klikken. En dan gaan we hier al wat enkele gegevens kunnen gaan invullen. Dus in dit geval is aan mijn gebruikersnaam is mijn e-mailadres gekoppeld. Dus dat komt er automatisch in te staan. Welk exportformaat willen we hebben? PDF, CSV, XML of Excel. Dus ik wil nu bijvoorbeeld een Excel, omdat ik achteraf ook berekeningen wil gaan doen met die Excel. En ik wil dat telkens op één maand gaan ontvangen. En hij moet starten vandaag. Dus ik druk op OK. Voilà, dit rapport is nu ingesteld op maandelijkse basis om dit rapport te gaan ontvangen. Voilà, krijgen we ook feedback van de tool dat het rapport is ingesteld. Dus ik krijg nu in mijn e-mail elke maand dit rapport automatisch verstuurd. Dus ik krijg elke maand een overzicht van mijn printpark. Factuurperiode statistieken, dat gaan we niet bekijken omdat dat ook niet gebruikt wordt door ons. Dus we gaan even overgaan naar geavanceerde tellers. Er zijn enkele merken die geavanceerde tellers meegeven. Wat kunnen we daarin zien? Dus we kunnen daar ook dieper gaan kijken hoe dat er wordt geprint met die printer. Bijvoorbeeld, we kunnen Simplex A4 zwart-wit, Duplex A4 zwart-wit gaan bekijken. Dus dat gaat die allemaal ja, meegeven. Er zijn enkele merken die dit hebben. Nu, wij gaan dat even bekijken voor HP, aangezien dat HP toch ons nummer 1 merk is. Dus we kunnen hier gaan kijken ja, hoeveel PCL-pagina's dat er zelfs zijn geprint, hoeveel PostScript dat er zijn geprint, de duplex-pagina's, de simplex-pagina's, A3, A4. Dus als we even gaan kijken naar bijvoorbeeld een kleurentoestel, dus hier bovenaan kunnen we een selectie gaan maken tussen zwart-wit en kleur. En een printer en een multifunctional. Dus we hebben nu alle kleurenprinters geselecteerd. Dus dit zijn de kleurenprinters binnen onze organisatie.
Dus gaan we iets meer tellers krijgen waar dan ook de simplex mono simplex kleur en duplex mono duplex kleur komen te staan. Nu als we een A3 toestel gaan nemen en dan gaan we naar het multifunction gegeven moeten gaan, dus dan krijgen we de 60-30 te zien, voilà. Dus dan gaan we hier ook kunnen zien dat er inderdaad de A3 tellers ook worden bijgehouden. Dus dit is ja, een meer geavanceerde view ja, voor bepaalde merken, zodat jullie zelfs daar ook ja, meer actie op kunnen gaan ondernemen. Hè. Dus met deze view kunnen we gaan kijken, wordt er heel veel simplex of wordt er heel veel duplex geprint? Waar moeten we print policies gaan instellen om te gaan sturen naar een kostenbesparing? Dus dat is al ja, een klein ding dat jullie kunnen gaan bekijken met de tool. Voilà. Dan gaan we even verder naar het volgende hoofdstuk. Dat is advies. Dus bovenaan kunnen we op advies gaan klikken. Chat Advice gaat ook ja, heel het park zelf bekijken en aan de hand van enkele gegevens ja, advies gaan geven over de staat van jullie printpark. Nu, dat is meestal gebaseerd op de dag wanneer dat de printer is op de markt gekomen. Dus wanneer dat we gaan kijken naar oude toestellen, kan het inderdaad zijn dat er een P3015 bijvoorbeeld is die een slechte score krijgt, maar nog steeds actueel is. Omdat het toestel al enkele jaren op de markt is, maar het nog steeds heel goed doet. Dus ja, daar gaan we een minder goed advies op krijgen. Dus dit is ja, met een korrel zout te nemen, zal ik zeggen. Wat kunnen we dus hier al gaan kijken? We krijgen hier ook weer het device name, IP-adres, serienummer en hostname en een totale score die nu ontbreekt. Omdat we ja, in het standaard advies zitten. Nu we kunnen we eens even gaan kijken naar de gemiste shutdown. Gemiste shutdown wil zeggen is hoeveel keer wordt die printer uitgeschakeld, wordt die s'nachts wel uitgeschakeld en dergelijke. Dus bovenaan staat ook steeds de uitleg. Van het advies en de uitleg van de adviesscore. Dus 0 tot 49 is groen. Dus we kunnen hier zien dat bijvoorbeeld de P3015 wel op regelmatige basis uitgeschakeld wordt. De ProX 551 wordt bij ons ook op regelmatige basis uitgeschakeld. Dus voilà, dat kunnen we hier al gaan bekijken. Dan kunnen we bij advies ook nog de oude apparaten gaan bekijken. Dus dat is hetgene waar ik het net over had. Dit wordt gebaseerd op de dag dat de printer op de markt is gekomen. Dus hier gaan we zien dat er de 6030 bijvoorbeeld een hoge score heeft, omdat die al heel wat jaren op de markt is. De Officeset Pro X'en die wij in ons gebruik hebben, die krijgen dan weer een lagere score, omdat die nu ja, 1,5 tot 2 jaar pas op de markt zijn. Dus die zijn minder oud en meer ja, actueel, zal ik zeggen. Voilà. Dus hier krijg je ook de introductiedatum te zien. Dus dat staat hier dus ook bij. Dat het inderdaad de introductiedatum is wanneer dat de fabrikant de printer of de kopier op de markt heeft gebracht. Als we dan gaan kijken bij high color usage. Dan gaan we gaan kijken welke printer veel kleur gaat verbruiken. Dus hier krijgen we ook weer een tellerstand te zien. Ja, die ook... Eigenlijk als we naar de weergave gaan en de maandelijkse tellerrapportages gaan bekijken, ja, hetzelfde gaan laten zien. Nu, wat nog belangrijker is, hier zien we ook de blauwe i's voor de printer te staan. Wat wil dat zeggen? Is dat we dieper in de printer kunnen gaan duiken. Dus als we nu bijvoorbeeld hier op de Officeset Pro X 576 gaan klikken, op de blauwe knop, dan gaan we... de printer in-depth kunnen gaan bekijken. Dus dit is bij het overzicht al meteen ja, een datasheet dat we krijgen te zien van het toestel. Dat moet nog aangepast worden aangezien dat de pagina's per maand opgetrokken is naar 6000. Het is een iets robuuster toestel dat ze hadden gedacht. Hoeveel pagina's kunnen we er, of hoeveel lades kunnen we gaan toevoegen? Dus dit toestel kan maximum 3 lades hanteren, hoeveel pagina's per minuut, ja, noem maar op. Dus alles krijgen we hier te zien. Serienummer, productnummer en welk type. Dus het is een inkprinter. Als we dan gaan kijken bij supplies, dan gaan we ook kunnen kijken wat het verloop is van onze supplies. Dus hier zien we dat op ja,
denk 5 juni een zwarte inktbus is vervangen. Dus dat kunnen we hier in een mooie grafiek kunnen gaan bekijken. Hier onderaan krijgen we de stand of de status van de supplies ook te zien. Dus zwart is inderdaad nog 81%. Cyaan, magenta en geel zijn ook nog voldoende gevuld. Dus we moeten die niet gaan vervangen. En dan supply history. Dan gaan we kunnen kijken van oké, wanneer of welke supplies zijn er allemaal gebruikt geweest. Dus als ik nu verder ga klikken op de zwarte inkt bijvoorbeeld. Dan krijgen we ook meer informatie te zien. Wanneer is die zwarte inkt vervangen? Hoeveel zit daar nog in? Hoeveel pagina's hebben we eigenlijk verloren door het iets te vroeg te gaan vervangen? Dus voilà. Dus hier zien we. De eerste installatie was 99%. Momenteel zit je op 81%. En we hebben dus nog 81% over. De volgende cartridge zou ongeveer over 114 dagen moeten vervangen worden. Hier krijgen we ook te zien. Ja, nu, dit is een nieuwe inkt cartridge. Dus we zullen even teruggaan en een oudere nemen. Dus de vorige. Voilà. Dan gaan we hier even op doorklikken. Dus dan gaan we ook te zien krijgen wat de gemiddelde dekkingsgraad was van deze inktcartridge. Normaal gezien gaat deze inktcartridge 9200 pagina's mee, zo wordt die geafficheerd. Nu, dat wordt altijd berekend op 5% bladdekking. In dit geval hadden we gemiddeld 4,4% bladdekking, wat wil zeggen dat we 10.491 pagina's hebben kunnen printen met die bepaalde inktcartridge. Dus we hebben meer kunnen printen dan eigenlijk voorzien is met deze inkt. Voilà. Dus dan krijgen we hier ook een grafiek te zien wanneer dat die is vervangen. Kunnen we ook ons piekmomenten gaan bekijken. Dus hier is er redelijk veel geprint. Rond de 17e mei, iets daarvoor, is er heel wat geprint. Dus daar is hij ineens een paar procent gezakt. Dus dat kunnen we gaan bekijken. Voilà. Dan gaan we even terug naar de Offset Pro X, de In-Depth View. Dus dat was het gebeuren supplies. Dus we kunnen ook gaan kijken wat doet deze printer nu gemiddeld per maand. Dus dan krijgen we per dag te zien wat de mono en de kleurenstand was. En dan kunnen we, als we omhoog gaan en meer recenter komen, zien we dat deze oplopen. Nu, hier krijgen we dan ook een overzicht te zien van hoeveel pagina's dat er ongeveer per dag zwart-wit en kleur geprint worden. Dus ongeveer een 50 pagina's per dag zwart-wit en ongeveer een 30 pagina's per dag kleur. Dus die wordt redelijk veel gebruikt, waarvoor dat die ook bedoeld is. Dus dit is, ja, deze printer wordt goed gebruikt, waarvoor dat die effectief ja, bedoeld is. Dan gaan we verder even kijken naar inventaris. Hier kunnen jullie zelf wat informatie gaan ingeven. Welke gebruiker is eraan gekoppeld? Welk contact? Dus we gaan dadelijk ook zien hoe dat we contacten kunnen gaan toevoegen, hoe dat we locaties kunnen toevoegen en dergelijke. Dus dat kunnen jullie hier allemaal gaan instellen. En dan ook nog contract, wanneer dat jullie hier ook een ja, paginaprijs willen gaan noteren. Dus daar maken we zelf geen gebruik van. Dus dat was het stukje advies. Nu moesten er mensen zijn die al met vragen zitten. Op het einde van de presentatie zullen we de vragen even overlopen. Dus we gaan nog twee dingen of drie dingen moeten bekijken. En dan hebben we eigenlijk de JetAdvice tool volledig gezien. Nu, we kunnen ook de printers gaan groeperen. Dus voor bedrijven die op verschillende locaties zitten of verschillende afdelingen hebben, is het soms wel handig om groepen gaan toe te voegen. Dus ik zal bijvoorbeeld een groep gaan toevoegen, marketing. Ik ga dat toevoegen. We zien hier van boven dat een groep marketing is toegevoegd. Wat kunnen we daar nu mee gaan doen? Dus als we naar bovenaan bij groepen en dan apparaten groeperen gaan kijken. Dan gaan we de printers gaan kunnen groeperen. Dus ik ga nu bijvoorbeeld de P3015 zal ik uit de groep. Even kijken, die zit in de groep Turnout. Oh. Ga ik die verwijderen. Voilà. En die wil ik nu gaan toevoegen aan de groep marketing. Dus dan gaan we hier de groep kunnen kiezen die we hebben aangemaakt. Voilà, marketing. En dan gaan we hier kiezen toevoegen aan. Klikken op activeren.
En die is toegevoegd aan marketing. Waar kunnen we dit nu voor gaan gebruiken? In onze weergaves kunnen we bovenaan gaan filteren op groepen. Dus dan gaan we heel gemakkelijk ook weergaves kunnen gaan of rapporten kunnen gaan laten genereren die enkel alleen betrekking hebben tot het departement marketing. Dus dit gaan we kunnen doen met de groepen. Dus we kunnen hier ook verschillende departementen, dus bijvoorbeeld in Turnhout hebben we verschillende afdelingen, de backoffice van roei.be en webstore.be. Dus dat kunnen we ook gaan onderverdelen. Dus elke groep kan ook subgroepen hebben, waar dat we dan printers kunnen gaan in toevoegen die binnen de firma, staan. We kunnen ook contacten gaan koppelen aan de printers. Dus hier zien we bijvoorbeeld dat alles is gekoppeld aan van roei.be, behalve de Samsung. Dus als er vragen of meldingen zijn van de Samsung kopier, dan dienen ze steeds naar mij te komen. Of die zou ik graag willen ontvangen. Hier kunnen we dan ook weer, als we weergaves gaan creëren, kunnen we dit ook weer gaan weergeven in een weergave. Dus zo gaan we ook contacten kunnen gaan koppelen aan een bepaalde printer, moest dat nodig zijn. Dus dit is het stukje groepen. Dan bij admin gaan we kunnen kijken welke gebruikers er zijn voor de desbetreffende firma. Dus dat is ja, één gebruiker. Welke datacollectoren zijn er? Dus we hebben ook maar één datacollector, die is online. Laatste activiteit is deze morgen om 10 à 7 geweest. En die is gemaakt op 5 januari 2015. En dan kunnen we ook gaan kijken wie zijn de contacten binnen het bedrijf. En hier gaan we dus ook contacten kunnen gaan toevoegen voor de bepaalde printers. Dus als we hier op nieuwe contact gaan toevoegen, dan kunnen we gaan kiezen. Willen we een contact, een leasing, locatie, service of leverancier? Dus afhankelijk van hetgeen wat u kiest, krijgt u een invulveld of een invulformulier. Dus dit zou volledig ingevuld kunnen worden en dan achteraf kunnen gekoppeld worden aan een bepaalde printer of aan een bepaald departement binnen de firma in een groep of in een weergave. Voilà. Nu het laatste dan nog dat ik zou willen overlopen is het stukje rapporten. Dus als we daarop gaan klikken, gaan we zien dat we het rapport hebben aangemaakt bij weergave eerder in deze webinar, die hier nu ook naar voren komt. Dus Custom View voor gebruiker webinar, dat is de standaardnaam van een webinar. Dus daar gaan we nu even op klikken en dan gaan we even kijken wat kunnen we gaan aanpassen. Het is een naam, dus ik zal hier even een andere naam aan gaan geven. Rapport aangemaakt tijdens webinar bijvoorbeeld. Krijgen we nog wat gegevens te zien. Wie moet dit rapport gaan ontvangen? We kunnen hier meerdere e-mailadressen gaan inzetten, gescheiden door een punt komma. Dus dat bijvoorbeeld printing at van roei.be dient dit nog te krijgen. Het rapport wil ik elke maand gaan ontvangen of elke dag, elke week. Kunnen we allemaal gaan kiezen en wanneer dat de rapportagetijd is. Nu, ik wil 's morgens het rapport krijgen, dus ik wil dat het 's nachts tussen 2 en 3 gedraaid wordt. Dan kunnen we nog wat standaard informatie gaan aanpassen, dus welk onderwerp dient er meegegeven te worden aan het e-mailadres of wanneer dat de e-mail gestuurd wordt. Welke tekst, dus wanneer dat het naar een bijvoorbeeld financieel directeur gaat, kunt u hier nog wat informatie gaan meegeven hoe dat er moet gewerkt worden met het bepaald rapport. En dan nog een footer, wanneer dat u nog een link naar iets wilt gaan toevoegen of iets dergelijks. Of we kunnen ook geen footer gaan laten weergeven. Rechts kunnen we dan gaan kiezen wat is ons exportformaat. Dus welk het attachment, welk formaat dient dat te hebben. Een CSV, XML, PDF of Excel. Handmatig filteren kan ook. Nu, dat is ja, iets wat cruciaal is. Dat wil zeggen, als we hier iets gaan invullen, gaat enkel en alleen dat weergegeven worden. Dus als we nu bijvoorbeeld HP gaan intikken, krijgen we enkel en alleen HP-toestellen te zien. De activiteit heeft die slaagt eigenlijk op het wanneer dat de printers de laatste keer zijn gedetecteerd. Dus ik wil enkel alleen de meest recente toestellen.
Dus als ik de laatste 3 dagen neem, ga ik geen printers te zien krijgen die meer als 3 dagen offline zijn. Dus de oudere printers die reeds vervangen zijn of iets dergelijks, die worden hiermee uitgeschakeld. En dan hier komt het stukje groepen weer naar boven. Dus welke groep wil ik zien? Dus ik wil nu enkel alleen turnout zien, bijvoorbeeld. Dus ik krijg nu enkel alleen een rapport over de printers van deze bepaalde view in turnout. Of anders, ik wil net de printers in turnout niet zien. Dus dat kunnen we ook weer gaan selecteren door niet in groep. Dus dat kunnen we hier allemaal gaan aanpassen. En dan de rapportageperiode. Dus ik wil een maandoverzicht. Dus dan ga ik hier gewoon 1 maand weergeven. Dat ga ik allemaal opslaan. Voilà, mijn rapport is ingesteld. Dus nu krijg ik elke maand dit rapport toegestuurd. Nu, ja, op welke view slaat dit rapport nu? Dat kunnen we hier heel gemakkelijk bovenaan kijken. Dus type is custom view, dus iets wat we zelf hebben aangemaakt. En dat is een maandelijkse tellerrapportage. Dus als we daarop gaan klikken, gaan we dus ook naar die bepaalde weergave gaan. Dus dat rapport dat we net hebben bekeken, krijgt eigenlijk dit als attachment. Elke maand. Voilà. Nu nog het laatste belangrijke onderdeel binnen JetAdvice is bij rapporten kunt u ook gaan doorklikken op bestelde supplies. Dus we gaan met deze tool ook toners bestellen. Of dat die toners worden bij de meeste van jullie, als ik even kijk naar de gasten die er zijn, worden die al reeds besteld automatisch. Dus in deze view gaan we kunnen zien welke toners zijn er wanneer besteld. Dus voor de LaserJet P3015 is er op 23 mei een toner besteld. Dus ik weet, voilà, de toner is er al of de toner is onderweg. Dus wanneer dat er een printer al aangeeft van kijk, mijn toner is bijna leeg, dan kunnen we hier al gaan kijken van goh, heeft Van Roei die een toner al besteld? Dus dat kunnen we hier gaan weergeven. We gebruiken steeds het Van Roei Managed Print Services tonermelding supplies alarm. Dus hier bovenaan is het belangrijk om zeker het Van Roei Managed Print Services tonermelding te gaan selecteren. Dus dat kunnen jullie ook gaan bekijken. Voilà. Dus dit is het stukje JetAdvice dat ik wou laten zien. Er zijn nog heel wat helpbestanden ook aanwezig. En veelgestelde vragen. Die jullie kunnen gaan bekijken, ook video's en dergelijke die beschikbaar zijn, die jullie ook gaan kunnen gaan bekijken en gaan lezen wanneer dat er nog vragen moesten zijn achteraf. Natuurlijk ben ik ook altijd ter beschikking voor jullie. Voilà, dat is het stukje JetAdvice. Dit is onze monitoring tool die wij dus gebruiken om jullie printpark te monitoren en toners te gaan bestellen en dergelijke. Voilà. Nu, dan gaan we even terug overschakelen op de presentatie. Eens even kijken. Voilà. Zo. Dus. Dat was het laatste stukje van JetAdvice. Dan gaan we eens even doorklikken naar de lopende promoties momenteel. Momenteel loopt er een actie van HP op 3 jaar garantie op een selectie LaserJets. En u kunt de Officejet Enterprise X ook gaan testen binnen jullie organisatie. Dus allereerst de 3 jaar garantie loopt op de printers rechtsbovenaan. En ook van ons een actie van onszelf. De HP M401 is momenteel ook te krijgen met standaard 3 jaar garantie gekoppeld. Dus moest het zo zijn dat jullie zeggen van goh, er zijn nog wat kleuren toestellen of zwart-wit toestellen die binnenkort gaan vervangen moeten worden. Dan ja, ik zou zeggen, het is een moment. Jullie krijgen momenteel 3 jaar gratis garantie bij aankoop van een printer. Voilà, en dan de Officejet Enterprise X. Nu de meeste van jullie zijn al bekend met de Officejet Enterprise of Officejet Pro X-reeks. Ik zal nog even heel kort toelichten wat dat juist inhoudt. Dus HP heeft een nieuwe technologie op de markt gebracht. Het is te zeggen, nieuwe technologie. Dat is een technologie die zij al gebruiken sinds begin jaren 2000 in een HP Indigo toestellen. Dat zijn de grote drukpersen waar onder andere Colruyt hun folders mee laten drukken.
Nu, die inktechnologie is ook meegenomen in de Officjet Enterprise en Pro X series. Wat het maakt dat het ja, terug inkt op kantoor gaat brengen. Dus u gaat meer dan 50% goedkoper kunnen printen ten opzichte van zijn vergelijkbare laserjet-model. Hij is ook meer dan 50% sneller. Dus de Officjet Pro X 576 staat zelfs in het Guinness Book of Records met de snelste desktop-printer ter wereld. Hij print tegen een 70 pagina's per minuut in draftmodus, wat gigantisch snel is voor, ja, voor zijn segment. Ja, zoals we daar straks ook kunnen zien in JetAdvice verbruikt dit toestel, aangezien dat we met inkt gaan werken, 10 keer minder energie. Dus er moet niks warm worden, er moet niks gaan kalibreren en dergelijke. Dus wanneer we ook 's morgens toekomen en we zetten de printer aan, dan gaan we met de Officjet Pro X ja, na 10 seconden ongeveer al gaan kunnen printen. De Officjet Enterprise, die is dan ook weer bedoeld voor een volledige integratie binnen een ja, bedrijf waar dat er ja, meer beheer nodig is van het printpark. Dus daar kunnen jullie zelf ook apps gaan opzetten en dergelijke op de Enterprise X. Moesten jullie dit toestel eens een keer willen testen? Het kan. Momenteel hebben we deze op voorraad. De werkwijze is dat ik zelf tot bij jullie kom met het toestel, het installeer, een korte demo erop laat zien, zodat jullie weten hoe dat jullie dit kunnen gebruiken. En dat jullie het toestel 2 weken kunnen gaan testen, waar dat we dus enkel het verbruik voor gaan aanrekenen. Dus de installatie en dergelijke, dat doen we er zo bij. Dus jullie kunnen de Officjet Enterprise gaan gebruiken. Moest je daar vragen of interesse rond zijn, mag je altijd ja, mij contacteren. Voilà. Ik wil jullie vooral bedanken om aanwezig te zijn op onze webinar JetAdvice. Dus jullie krijgen straks ook een login toegestuurd van de tool, zodat jullie die zelf ook kunnen gaan gebruiken. Moesten er nog vragen zijn, kunnen jullie dat allemaal meegeven in de chat. Of jullie kunnen mij contacteren na de webinar op de gegevens die op het scherm te zien zijn. Dus e-mailadres of gsm. Zijn er momenteel al vragen? Dus ik zie dat Pieter aan het typen is. Ik zal ondertussen nog meegeven dat JetAdvice een merk-onafhankelijke tool is. Dus moesten er nog andere merken dan HP of Samsung aanwezig zijn binnen jullie organisatie, zijn ook die toestellen te monitoren met JetAdvice. Dus we werken steeds met merk-onafhankelijke oplossingen, zodat we ja, voor elk wat wils kunnen gaan aanbieden. Moet nog even wachten op Pieter. Kan je een rapport opvragen waarbij je het verbruik van de afgelopen maand kan vergelijken van een specifieke printer? Dat die vraag komt van Tom Manen. Kan je een rapport opvragen waarbij je het verbruik van de afgelopen maanden kan vergelijken van een specifieke printer? Nu, dat is ja, gemakkelijk te doen door de maandrapporten bij te houden en die dan ja, samen te gaan voegen in een Excel. Dus het is niet zo dat die maanden gaat opsplitsen. Dus dat hij gaat zeggen van oké, okay, januari heeft hij dit gedaan, februari heeft hij dat gedaan, maart dit. Dus ja, gaan we zelf wel kunnen bijhouden. Dus de evolutie. We kunnen dat ook gaan bekijken bij de weergave zelf. Dus als we in-depth in de printer gaan kijken, gaan we dat ongeveer ook wel kunnen zien in de grafieken. Dus welke dat uw piekmaanden zijn en dergelijke. Dus dat gaan we gemakkelijk daarin kunnen zien. Pieter vraagt waar dat er kan ingesteld worden in de monitoring tool welke IP-ranges gescand moeten worden. Oké, okay, inderdaad, zeer goede vraag. Ik ga terug even overschakelen naar de tool. Oké, okay, even wachten, het wordt geladen. Dit kan op 2 manieren, of in de JetAdvice Data Collector dat geïnstalleerd wordt bij jullie op de server. Waar dat jullie in het menu naar ranges kunnen gaan, of in deze tool kan het ook bij als we naar admin data collectors gaan, gaan we kunnen doorklikken op de data collector. Dus we zien hier van Roei als data collector en hier gaan we een IP range kunnen gaan toevoegen. Dus als we hier een IP range
invullen en opnemen klikken, dan gaat die hier toegevoegd worden. Dus zeer goede vraag, Pieter. Dat kan op deze manier. Of via de JetAdvice Data Collector geïnstalleerd op de server bij jullie in het bedrijf. Zijn er nog vragen? Nog andere vragen momenteel? Ik zie niemand meer typen. Dan wil ik iedereen bedanken om aanwezig te zijn tijdens de webinar. Moesten er achteraf nog vragen zijn, contacteer mij gerust en dan help ik u gerust verder. Voilà, dan wil ik jullie bij deze bedanken en tot de volgende keer.